dames en heren, allemaal hartelijk welkom op de jubileumreceptie 100 jaar Drent Danscenters in Devensvaart. Drent en Devensvaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeg je in Devensvaart Drent, dan roept iedereen, oh, van de dansschool. En dat dit jaar al 100 jaar. Tante Tini, mevrouw Tini Wisse, Drent. Die zal zometeen het portret van mijn opa gaan ontwikkelen. We beginnen met het eerste portret. En ik wil vragen of mijn tante het portret van mijn opa en haar vader zou willen onthullen. Ik zal mijn best doen. Mijn moeder zal het portret van mijn vader onthullen. En ik vond het zo niet zo nodig dat dit, maar goed, men vond dat de nummer 3 er ook bij moest. Dus ik heb gevraagd of mijn schoonvader het portret van mij zou willen. Harold, van harte gefeliciteerd met het 100-jarig jubileum van Dansschool Drent. Dankjewel. Ja, drie portretten van drie generaties. Helemaal in olieverf schilderijen. In olieverf gezet. In de stijl van de oude meesters. Dus die zijn vanavond onthuld. Maar Harold, dit weekend, hoe gaat het eruit zien? Nou, dit weekend vanavond hadden we dus de onthulling van de portretten. En dat was er speciaal voor genodigden. Morgen hebben we een receptie. Voor al onze oud-leerlingen, leerlingen, kennissen, bekende mensen die langs willen komen, zijn van harte welkom. Ja, maar wie heeft eigenlijk niet leren dansen in Dansschool Drenthe hier in Devensvaart en wijde omgeving? Ja, ik denk iedereen. Ja. Dus het kan nog wel eens druk worden. Ja, dat is morgen van 8 tot 10. En dan hebben we volgende week zaterdag hebben we dan nog een dansvoorstelling in het Theater de Voorvechter. Want daar ben je het hele jaar druk mee geweest, hè? Ja, klopt. We hebben echt 12 maanden zijn we daarmee aan het trainen geweest. Ja, wat kunnen wij daar dan verwachten? Naast dat er een hele bijzondere opening en een hele bijzondere finale is, bestaat de voorstelling uit 6 balletten. Een ballet moet je dan niet zien als klassiek ballet, maar als een choreografie, een lang muziekstuk die op dans wordt, met dans wordt ingevuld. En die balletten worden weer gechangeerd met losse choreografieën. Dus we hebben daarbij als uitgangspunt de kunststroming dadaïsme genomen. Dat was namelijk de kunststroming die in 1916 begonnen is, of toen eigenlijk opkwam. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan in 1916. Wat was toen in de kunstsector populair? En vanuit die invalshoek zijn wij gaan werken.